nou, eet smakelijk, Vink. Dankjewel, Jurn. Oh man, oh, oh. Welkom bij de derde KitKat. Er zijn vandaag heel veel open dagen op de middelbare scholen. Wij hebben gekozen voor vakcollege Rijnmond. Waarom vakcollege Rijnmond? Dat is heel simpel. Ten eerste, ze hebben een nieuwe naam, vakcollege Rijnmond, die nog niet iedereen kent. Ten tweede, ze zijn uitgeroepen tot superschool door de Elsevier. En ten derde, ik zit hier zelf op school. Maar ik doe het niet alleen, ik doe het met de fantastische Vink. Hoi. Ik heb hier zelf ook op school gezeten. Ik ga aan Vink laten zien hoe de school er nu uitziet. Ja, ah, ik heb wel zin in. Wat kan je hier maken, hè? Een zoomschijf. Een zoomschijf. En wat is een zoomschijf? Dat is een schijf met touwtjes erbij. Je gaat zoomen. Nou, dat gaat lang duren, Vink. Gaan we bij de hand doen. Walgelijk joch dat je er bent. Nou, bedankt. Jeffrey, monteer even een eigen huis- en tuinmuziek. Zou jij mijn zoomschijf straks willen hebben? Nee, dat mag je lekker zelf houden. En waarom sta je hier? Zaag jij graag? Of ben je graag met techniek bezig? Ik ben heel graag met techniek bezig. Ja? Wat wil je later worden? Chauffeurmachinist. Ja? En kan dat op deze school, wat jij daar ook voorbereiding hebt? Ja, in het derde jaar kan je kiezen, metaal en hout. Okay. Dan als je chauffeur of zo wil werken, stilgoed als je met metaal gaat werken. Ja? Ja. Ik heb daar helemaal geen verstand van. Maar dat kan dus allemaal? Ja. Dus maakt niet uit wat je worden wil, dat kan je hier worden? Ja. Gaaf, man. Vroeger, toen ik jullie leeftijd had, hadden ze me nooit een zaag gegeven. Waar ze bang dat iedereen afmaakte. Ik mag hem inkleuren, toch straks? Ja. Ja? Mooi. Mag je meekomen? Dan gaan we haar sporen. Echt? Oh, ja. Wacht even. Mag je de bril opzetten? Maar ik heb al een bril op. Wat je doet? Dus als ik een bril op. Als ik al een bril op heb, hoef ik geen veiligheidsbril op. Eigenlijk wel. Ja? Dan moet je dat gewoon tegen me zeggen, hè? Ja. Kijk dan. Deed je dit vroeger ook, Vink? Nee. Zit er nou verschil in de tijd dat ik hier op school zat, met qua leerlingen, hoe ze tegenwoordig zijn? Hoe waren ze vroeger? Ja, het verschil, het aantal leerlingen, of het soort leerlingen verschilt niet, wel het aantal. We zijn veel kleiner dan toen jij hier zat. Dus we zijn wel 300 leerlingen kleiner geworden, dus we zijn een wat kleinere school geworden. Maar het soort leerlingen blijft hetzelfde, leerlingen die willen doen. Zullen we even pannenkoekjes gaan bakken? Ja, ik denk het. Ja, heb je er zin in? Ja, ga jij dat doen? Of ik? Ja? Ja, ik ga voor jou maken, ja? Ja, misschien een pannenkoek mogen bakken? Ja hoor. Ja, mag dat? Willen we even uitleggen hoe dat moet? Ja hoor. Vraag eerst netjes de naam. Wat is je naam? Emma. Emma, ik ben Jurren. Hallo. En ja, de naam is veranderd. Waarom zijn jullie daarvoor gegaan? Ja, vakcollege is echt een apart soort onderwijstype. Je krijgt vanaf klas 1 meer praktijkgericht les en daar hoort het woord vakcollege bij. Hebben jullie dat een beetje zelf verzonnen of is dat een systeem? Of hoe zit dat? Nee, vakcollege is een landelijk iets, dus er zijn in Nederland zo'n beetje 40 vakcolleges. En het is gewoon een stichting die dat verzonnen heeft en daar hebben we ons bij aangesloten. Ja? Vind je pannenkoeken bakken leuk? Sowieso koken. Vind je dat leuk? Ja? Wat wil je laten worden? Ja, dat weet ik nog niet. Oh, het had echt cool geweest als je zei van ja, ik hou van koken, maar ik word kapster. Gaat het wel goed hier? Ja hoor, het gaat heel goed. Vind je het een leuke school? Ja. Ja? Wat maakt de school zo leuk? Dat je verschillende kanten op kan gaan. Heb je een beetje honger, Vink? Mensen met een grote formaat, die hebben altijd honger. Jij doet het nu al beter dan ik ooit zal doen. Dus chapeau. Als je vindt dat ik mijn mond moet houden, kan je dat ook gewoon zeggen hoor. Dat mag gewoon voor onze camera. Ik gewoon zeg van joh, hou voor je mond dicht. Meneer Voice, hoe was Vink vroeger? Hoe was wie? Vink, hoe was hij vroeger? Was een topper. Topper? Een topper. Ik had ik ken hem nog van zoveel jaren. Nou, dan moet het gewoon goed geweest zijn. Ik zat altijd in zijn kantoor. Ja, hij zat wel eens bij mij in kantoor, ja. Daar ging het wel eens niet goed. Maar hij was nooit agressief. Werpt jullie de vrucht af? Jullie zijn door de Elsevier uitgeroepen tot een van de beste scholen, of de beste school, ik weet niet hoe dat is. En
Waar lag dat aan? Hoe hebben ze dat getest? Ja, superschool noemen ze dat. Dat is wel grappig. Dan beoordelen ze eigenlijk op onderbouwrendement. Dat betekent van hoe gaat het met de leerlingen. Als ze een basisadvies krijgen, gaan ze er ook in basis met een diploma de deur uit. Als ze kaderadvies hebben, krijgen ze een kaderdiploma. Nou, dat zit goed. Ze kijken naar het slagingspercentage. Nou, dat was afgelopen jaar 100%. Dat is ook goed. En ze kijken eigenlijk naar hoe doen ze het in de vierde klas. Wat voor cijfers halen ze? En nou, daar zitten we ook gewoon boven, ver boven het landelijk gemiddelde. We hebben ook gele room. Zal ik een beetje gele room erin doen? Dat is lekker. Ja, doe maar hoor. Kort hier verwend. Nog een beetje. Jij vindt het wel lekker, hè? Een beetje room. Ja, een beetje. Ja, nou, joh. Lekker de gele room, heerlijk. Al zit dat hele aanrecht vol. Ja, oh my. Dankjewel, Emma. Nou, eet smakelijk, Vink. Dankjewel, Jurn. Aha. Nou, dat heb jij lekker gemaakt hoor, Jurn. Daar ben ik heel goed in. Welke kant heb jij zelf gekozen? Ik heb gekozen voor zorg en welzijn. Ja. Dus jij bent ook continu aan het koken? 2 uur in de week. Ja? Ja. En wat doe je verder allemaal met zorg en welzijn? We hebben lesbrieven en daar leren we... Wat is een lesbrief? Een lesbrief is een boekje waar allemaal waar je dingen leert over een bepaald onderwerp. Hadden ze vroeger allemaal niet. Ze hadden wel die zooi en zo, maar vakcollege en lesbrieven. De enige brieven die je kreeg waren gele kaarten. Heb je al straf gehad? Bij de voorbeeldige leerling? Nee hoor, bij Duits. Maar dat heb ik nog niet eruit gestuurd, maar wel 5 minuten op de gang. Krijg je 5 minuten op de gang? Ja. Heb je geen straflokaal meer? Nee. Het straflokaal is ook weg. Ja, dat heb ik gemerkt. Ik vond het echt heel jammer eigenlijk. Dat was wel een heel brok nostalgie voor mij. Ik heb daar vaak gezeten. Maar waarom doen jullie zoiets weg? Nou, je moet eigenlijk proberen om de jeugd altijd in de klas te houden. En dat is wat er nu gebeurt. Dus je probeert ze eigenlijk in alle tijden in de klas te houden. Oké, dat is wel heel goed. We zijn hier bij zorg en welzijn. We gaan even bij deze dame zitten. En die mogen gaan jouw nagels lakken. Ga ik hem even omkleden. Is dat nou moeilijk? Valt mee, maar de randjes soms. Waarom hebben jullie niks met economie of zo? Nou, ik ben niet heel goed in rekenen en zorg vind ik gewoon heel leuk. Ja, wat willen jullie later worden? Ik wil heel graag iets met kinderen gaan doen. Ja, en specifieker, wat wil je dan gaan doen? Dat zou ik nog echt niet weten. En jij? Ik wil op de couveuse afdeling gaan werken. Ja, en daar kan je hier allemaal voorbereiding voor krijgen? Nou, je krijgt wel iets met kinderen en met poppen en zo, maar nog niet specifiek op couveuse. Dank jullie wel, het ziet er prachtig uit. En fijne dag verder. Ja, well done. Ja, dankjewel. Nee, zo is het ook, dus dat is de werkelijkheid. Dus kom ook gerust eens op een echte schooldag kijken, dat is ook belangrijk. Is goed, ik kom bij deze. Ik kom een keer op een schooldag meelopen. Het ziet er mooi uit. Dat is mooi hoor. Ja, jij ook. Dankjewel. Met je prachtige pak. Ja. Ga je nou de rest van de dag doen? De rest van de dag ga ik meehelpen in de keuken nog, denk ik. Oké, hey, succes en dankjewel voor je werk, net. Alsjeblieft. Dag Jurn. Ga nou weg. Rustig. Dag kerel. Nou, dat was Jurn. Jurn! Ja? We zijn een eindconclusie vergeten. Kom even. Kom even. Wat is de eindconclusie, Jurn? Eindconclusie. Voor mij heb je een hele leuke dag gehad en heb je hele mooie nagels. Ja, en ik denk dat het vakcollege niet meer kan vergelijken met vroeger. Want ten eerste de naam is anders en ten tweede is de werkwijze heel anders. Ik ben blij dat je school tot beste school van Nederland is verkozen. Ja, zeker. Ja, ik snap dat ook wel. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog en tot de volgende KitKat.